En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdagochtend en het is nu bijna 9:15. Ik ga nu lekker ontbijten. En daarna word ik om 9:30 opgehaald door opa en oma. En dan gaan we met mijn nichtjes en neefjes naar iets. En er zijn allemaal diertjes en zo. Daarna ga ik een video met Kelvin opnemen. Het is ook heel erg leuk. En daarna gaan we Jordi ophalen van het vliegveld, want hij was natuurlijk in Jorritmar. Dus het wordt wel een drukke, leuke dag. Maar eerst ga ik eventjes ontbijten. Ik heb inmiddels mijn ontbijt opgegeten. En kijk hoe mooi mijn nieuwe laptop is. Ik ben er echt super blij mee nu al. Dus ik ga nu even op mijn laptop YouTube kijken. Oké, het is nu bijna 10:30. En we lopen nu zeg maar de trein op om naar het ding te gaan. En oma heeft ons opgehaald. En toen zijn we opa, met de auto hier naartoe gekomen. Ja. En opa heeft Lani en Mick opgehaald. Dus die zien we zo meteen waarschijnlijk dus. Laat even je patatjes zien, Matthijs. Heb je lekkere patatjes? En Lani hebben dus al patat. En ik, Silke en mijn vriendin van Lani hebben poffertjes. En de poffertjes komen er zo aan. Dus die zal ik jullie zo meteen ook even laten zien. En wij hebben ook poffertjes. Lekker! En we zitten weer in de auto. Nou ja, in de bus van opa. En nu gaan we in die van oma. En we mogen nu met z'n allen voorin? Ja, nu gaan we in die van opa. Dit is echt leuk. Alleen kijk, dit is eigenlijk voor 2 personen, maar wij zitten met z'n drieën. Wij hebben kleine kontjes, toch Mick? Met ijs. Nou ja. Oh, ik heb mijn outfit nog niet eens laten zien. Ik heb trouwens deze jurk aan. Van H&M. Fans. En dit spijkerjas komt ook van H&M. Kijk, een olievaar. Olievaar? Ja, zo heet het. Nee, een ooievaar. Ooievaar. Geen olievaar. Houdt u misschien van olie? Ja. Dat is goed, hè? Oké, ik zit nu weer in de andere auto. In de auto van mama. En ik ben er nog heel even bij opa en oma geweest. En toen heeft mama me opgehaald. En zo meteen gaan wij naar Amsterdam rijden. Mama gaat nu even bij de Hema kijken. Voor slappertjes. Ik ga dat alleen vertellen. Voor de rest ga ik niks vertellen over de video's. De video die ik met Kelvin voor zijn kanaal heb opgenomen staat op Kelvin zijn kanaal. Ik weet niet of hij nu online staat. En die video voor mijn kanaal die staat nu online. Of hij komt nog online. Het is nu over 3 minuutjes, 3 uur. En rond 4 uur hadden we afgesproken. Dus we zijn gewoon nog wel op tijd, denk ik, dat we daar om 4 uur aankomen. En we gaan zo meteen ook nog even Meid ophalen, want Meid gaat ook nog mee. We zitten nu in de auto en we hebben net Meid opgehaald. En ik heb me even omgekleed. Ik heb nu dit witte blouseje aan van H&M. En of course gewoon weer een zwarte broek van Zara. Fans. En nu gaan we naar Kelvin rijden. En we gaan trouwens naar zijn nieuwe huis. Want hij is natuurlijk verhuisd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er ook uit gaat zien. We zijn nu bij Kelvin. Hey. En we gaan nu een video opnemen voor zijn kanaal. Ja. Dus als je die nog niet gezien hebt, ga hem dan zeker kijken. Ja. In het nieuwe huis. In het nieuwe huis, ja. Ik denk dat de kijkers, wanneer gaat dit? Dit komt woensdag. Wanneer komt dit, Meid? Ja, woensdag. Ja, woensdag. Ja, ik denk dat jouw kijkers zien voor het eerst mijn huis. Ah, jullie zijn allereerste, jongens. We hebben net de video opgenomen.
ervan, Kelvin? Ik vond het leuk, alleen ik heb het gevoel alsof deze ding doorkrakt. We hebben allemaal lekker gevreten. We hebben lekker. En nu ga ik ze proeven. Ja, dit is de extended version. Meiten proeft vreten. Is niet leuk. Ik vond dus letterlijk gewoon alles van ik te doen. Kelvin, ja, vond ik niet super vies of zo, maar. Ik vond er maar twee, zeg maar, echt lekker. En dat was, zeg maar, de fruit maken. Ze weten geen eens wat we gingen doen in de video, nee. Zo. Kijk mijn video. Oh nee, het is nog niet online. Niks aan de hand. Ik ga nu Jordi en mama, zeg maar, pranken. Ik ga nu filmen dat ze, zeg maar, superleuk aankomen. En een meita gaat hier staan. En dan gaat ze hun laten schrikken. Ja! Wat hoor? Ja? Ja? Mm-hmm. Mooi. Zo gemist, mop. Auw. Dat is echt leuk. Heb je een nieuw kapsel? Nee, was voordat hij wegging. Kappertje gepakt. Het is nu 9:30 en we zijn alweer een tijdje thuis. We hebben net gegeten. Nee, ja, net. We hebben al heel lang gegeten. Even denken wat we hebben gegeten. Oh ja, we hadden rijst met boontjes en nog... Hoe heet dat? Kip? En nu gaan we fruit eten. Dus dat ziet er ook lekker uit. En Jordi is nu aan het slapen. En volgens mij is Ajax nu aan het spelen. Maar Jordi wil maar gewoon niet wakker worden. Dus hij is nog steeds aan het slapen. Ik bel mama. Ja, kom je? Ja, ik ook. Oké. Okay. Ik bel de mama even. Of ze naar boven komt. En dan gaat mama me even kus geven. En dan ga ik slapen. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik vond het echt een superleuke dag. Het was echt een drukke dag. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar te kijken. Dus ik neem een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!